Een brutale diefstal. 6 Frisco's ontvreemd uit een huiselijke frigo. Sindsdien van de daders of de waterijsjes geen spoor. Geen spoor? Dat is mijn tweede naam. Kijk maar in mijn onderbroeken. Geen tijd voor respectante kanttekeningen, Peters. Via onze verouderingssimulatie hebben we nu mogelijk een idee hoe de ijsjes er zouden kunnen uitzien na 24 uur verdwijning. Voor de rest hebben we niets. Oh, Peters. Ons Leuvenskorps heeft geen ervaring met dit soort misdaden. En daarom heb ik iemand laten overkomen vanuit Oostende om de leiding op zich te nemen. Kom aan, chief. Dit is mijn kans om naam te maken. 6 Frisco's. Daar kan ik mijn tanden in zetten. Je tanden zetten in een Frisco? Goed idee. Als je een brain freeze wil. En nu spelen we het wachtspelletje. Een frigobox met een hoop Frisco's in. Hm? Is dat nu de geniale expertise waarvoor ze u naar hier gehaald hebben? Geduld, Peters. In Oostende hebben ze een gezegde. Je kan de zee pas ingaan als je eerst het strand bent overgestoken. In Leuven hebben we ook een gezegde. Inspecteur Janssens is een strandjanet. Kalm aan, Peters. Het is mijn zaak nu. Je kan het zien, want ik heb er als eerste mijn handdoek over gelegd. Heb jij enig idee wat ik vandaag door jou verloren heb? Hm? Mijn kans om mijn eerste grote zaak op te lossen. Verloren? Spreek mij niet van verlies, oké? Toen ik 9 was, werd de cornetto Brittelienne uit mijn handen gerukt door een meeuw. Ik kan de zinloosheid van die situatie nog altijd niet bevatten. Ik kan een meeuw zelfs likken. Deze zaak is de laatste kans om mijn demonen te laten rusten. Dus spreek mij niet van verlies, oké? Misschien zijn we helemaal niet zo verschillend, jij en ik. Misschien... Godverdomme, die frigobox is weg! Pak! Die jank ook altijd, Janssens! Janssens, pas op! Hij heeft het Magnum! Handen omhoog! Ik weet niet hoe lang ik dat ga volgen, ze fliek. Je is al aan het drijven. Niet doen! Je hebt nog zoveel om te verliezen. Je eetlust bijvoorbeeld. Of een half uur is het avondeten. Kom op, laat vallen! 5 seconden maar, dan zitten er nog geen microben op. Daar trap ik niet in, Popo. Hing mij niet om dit te doen. Jij vuile likker! Peters, met je wapen neer. Wat? Janssens, ben jij gek geworden? Heb jij een zonneslag opgelopen in Oostende misschien? Peters, vertrouw me. Het zit al bijna aan mijn elleboog. Verdomme, Peters, leg je wapen neer. Steentjes in mijn mond en in mijn oor. Wat is dat? Dat is zand. Zand uit de schoenen van een Oostendse strandjanet. Janssens, kan ik je echt niet overtuigen om te blijven? Ik denk dat het korps hier nog wel wat kan opsteken van jouw onorthodoxe methodes. Ik apprecieer het aanbod, Peters, maar de plicht roept. In Oostende. Ik heb me nog juist naar het station kunnen voeren. Ik heb een trein dat kust om 9:30. Ja. Als we nu vertrekken. Oké. Top. Dankjewel. Merci.